Een hele goede dag mensen en welkom bij alweer de ene laatste aflevering van de Career Mode. Brazilië dus, ronde nummer 20. Daarna volgt Abu Dhabi voor de laatste aflevering van de Career Mode. En dan zit het er dus op. Dan is de Career Mode officieel afgelopen. En wat heb ik toch een lol gehad met de Career Mode. We begonnen bij Sauber in seizoen 1, bleven bij Sauber bij seizoen 2. Hadden een nieuwe teamgenoot, Nico Hülkenberg. En wonnen de titel, ja, met Alfa Romeo. Dan volgde Mercedes. En toen wist ik nog niet dat dit mijn laatste seizoen zal worden. Want ik had eigenlijk in gedachten om seizoen 4 nog een keer te gaan doen. Dus die extra te doen. Maar toen dacht ik nog een paar maanden en dan komt F1 2020 uit. En ik heb denk ik niet zoveel tijd meer om een heel seizoen te uploaden. Dus ik denk, ik stop ermee. Maar nog 2 afleveringen dus. Het seizoen is nog niet voorbij. Kijk eens naar al die eentjes. Behalve in Monaco. Geweldig om te zien. Super om te zien. En dan gaan we gewoon door met de kwalificatie. Welcome along then to Interlagos as we await the green light to get today's qualifying session underway. When it comes to getting lap time out of this circuit, it's traditionally been about maximizing top speed. Do you simply remove as much downforce as possible, hang on in the corners and max out down the straights? Top speed is a key factor for this circuit. Even if you can achieve the same lap time as someone running less wing than you, chances are you'll find overtaking difficult if you have too much drag. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie voor Brazilië. Altijd een heel fijn circuit om op te rijden. De track limits zijn hier bloedirritant, vooral in bocht 1. Daar kan je je makkelijk in vergissen. We zetten geen paars in sector 1, maar zitten wel een tiende onder de tijd van George Russell. Ook hier in deze knik kan je track limits oplopen. Wat, ja, een naaistreek is tussen aanhalingstekens gezet. Perez zet de tijd neer met een 1.9.0. Wij zetten een 1.8.4 neer. Mooi. De uitslag van Q1. We stellen dus naar 3. Prima dus. Vettel en Weber op 1 en 2. En Hamilton is door naar Q2. Paars in sector 1 zag ik. Perez met een 1.9 zoveel. Ik heb het niet gezien. Vanwege de, ja, overfate. 1.76 dus is onze tijd op dit moment. De snelste tot nu toe. Mooi in Q2 namelijk. De uitslag van Q2. Hamilton 2 tiende. Erboven. En Perez zit er nog steeds bij. Dus hij doet het hartstikke goed. Net als in Mexico. Net als in de Verenigde Staten. We zijn de auto daar trouwens bijna kwijt. Maar we hielden alles mooi onder de controle. En dan volgt dus Q3 waar we dus nu zijn aanbeland. We moeten alles heel goed nemen. Niet te wijd lopen. En deze bocht kunnen we, ja, wat afsnijden. De klem met een 1.85, ontstellen met een 1.73. Nog steeds de snelste tijd tot nu toe. Paars in sector 1. Butler rijdt hier wel in de weg. Devin, dat was niet nodig geweest. Fiat naar 2. Leclerc is doorverwezen naar P3. En Q3 zit er alweer bijna op. Nog een minuut ongeveer. En dan volgt de race. Maar eerst dus Q3. De vlag hangt uit. En wij verbeteren onze tijd. Excellent lap. En we pakken de pole position. Mooi. De resultaten van Q3. Onszelf dus na pole. Leclerc 2, Vettel 3. Verstappen 4, Weber 5, Kvyat 6, Perez 7, Hamilton 8, Butler 9 en Russell op P10. Maar Hamilton stelt teleur. De rivaliteit breakdown met Lewis Hamilton alleen. Die winnen we dus. De resourcepunten na de kwalificatie hier in Brazilië. Het zijn zoals gewoonlijk weer lekker veel. Kunnen we, ja, misschien wat nog gaan spenderen in Abu Dhabi. En zo niet, dan houden we hem gewoon voor de rest van de career mode. Reputatie met mijn huidige team en de andere teams is gewoon gelijk gebleven. Vet gewoon in de sportsmanship. Alright, I think we can call that a successful qualifying.
We should be in with a good chance in the race. Nou, dankjewel Jeff. Ja, we gaan het hier gewoon zien voor de grote van Brazilië. We starten in ieder geval voor pole position en belooft een spannende wedstrijd te gaan worden voor de ene laatste ronde van seizoen 3. We zijn er klaar voor. Where there's a will, well there's a way. And nowhere has that fact been better demonstrated over the years than here at Interlagos. Remember Senna winning while fighting a gearbox that was jammed in sixth? 5 Drivers' Championship deciders in a row between 2005 and 2009. And of course, the passionate Brazilian fans packing the grandstands to capacity every year. And they're not about to stop now. We're racing today then at Interlagos, a historic 2.7-mile circuit and one of the few anti-clockwise tracks on the calendar. 15 corners in total, 9 to the left and 6 to the right, with a technical middle section opening up to a flat-out sector 3. And that gives us our best passing opportunity down into turn 1. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Now, can I talk to you about Sebastian Vettel? As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The Professor lines up on pole position with Charles Leclerc alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Weber, Daniel Kvyat and Perez, Hamilton, Butler, Russell and Kevin Magnussen, Grosjean, Kubica, Sebastian Vettel and Stroll, Bottas, Ricciardo, Kimi Raikkonen and Pierre Gasly, Sainz and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. And with preparations almost complete... Right, let's be patient going into turn 1. We want to be in a good position for the rest of the race. Nou, we zijn inmiddels aanland bij de auto. Ja, 36 ronden lang, medium en soft is dus een tweestopstrategie en soft en hard is dus een eenstopstrategie. En we gaan gewoon beginnen voor de grote prijs van Brazilië voor carrière aflevering 63. We starten vanaf pole position, Charles Leclerc naast ons erachter, Max Verstappen en we zijn onderweg. En ik probeer al gelijk Charles Leclerc af te knijpen, maar die kijkt naar de buitenkant. Hij kan er niet langs, hij kan er niet voorbij trouwens, dat wou ik eigenlijk zeggen. En we hebben de leiding behouden in bocht nummer 1. Prima dus, maar Charles Leclerc kan niet terugkomen in de slipstream. Kijkt naar de buitenkant, heeft niet zoveel topsnelheid en kan niet aanvallen. Paars in sector 1, daardoor schieten wij wel wat door. Het begint goed vandaag, hoor ik. Charles Leclerc, nee, kan niet aanvallen. En we behouden dus de leiding in ronde nummer 1. Weber naar 3. En waar zit Lewis Hamilton? Dat weet ik op dit moment niet. Die zit volgens mij achter een racing point. Strong start. Well done. Dus dat is niet zo handig. We schieten hier wel wat door. Charles Leclerc kan alleen maar kijken. Mooi. Ronde nummer 3 inmiddels. We zetten de snelste nummer met een 1. 10. 8. Mooi. En Charles Leclerc is op 1.8 zoek gereden. Wel een track limits waarschuwing. Bij bocht nummer 1. Sorry, bocht nummer 2 was dat. Dus daar moeten we wel mee oppassen namelijk. Groot in sector 1. 84, zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik niet helemaal niet goed. 4000ste langzamer dan onze eigen beste tijd hier op dit circuit. En Charles Leclerc heeft al een gat. Verstappen zet druk bij Charles Leclerc. Dat kan ons wat voordeel geven om weg te rijden bij de Monegasque. Het is Weber trouwens. Maar niet Max Verstappen, het is Lucas Weber. Ronde nummer 7 alweer. We zetten een 1-9-9 neer. En Hamilton is naar P2 gegaan. Heeft Charles Leclerc te pakken. Maar Leclerc zit hier wel bovenop bij Lewis Hamilton. Maar Hamilton heeft wel een groot gat. Gat is 2.8, wat ik groot vind. En dat moet ook zo blijven. En ik hoop dat Lewis Hamilton Charles Leclerc wat kan afremmen. Dat hij een soort van Valtteri Bottas is. Nieuwe strategie dus, ronde nummer 17 naar de mediums.
En het is inmiddels ronde nummer 17. Lucas Weber en Lewis Hamilton zijn al naar binnen gegaan voor een harde band. Wat ik niet begrijp. Want je kan gewoon deze wedstrijd op de medium uitrijden. We wachten nog een paar ronden. Het is ronde nummer 18 inmiddels. Kan het zijn dat we naar deze ronde naar binnen gaan. Het gat naar Hamilton is 23,1 seconden. Dus dat gat is heel groot. Hamilton is nu bij het DRS gedeelte. En wij zijn al bij einde sector 1. Daar zijn wij dus. Dus dat gat is enorm groot. Echt enorm. 23,5 seconden. Wat we ook zo moeten houden. We zitten nu nog wel op de softbanden. Dus hoe langer wij hiermee rijden, des te sneller gaan onze banden slijten. En Weber zit daar maar 3 seconden achter. Daar zijn we dan bij de pitstraat. En dan gaan we voor een setje medium. Goeie stop, 2.0. En iedereen is volgens mij naar de harde band gegaan in de top 10. Wat ik niet begrijp, want je kan deze wedstrijd gewoon op de mediums uitrijden. Dus Codemasters moet hier wel iets aan gaan doen in F1 2020. En Lewis Hamilton komt nu bij bocht 2 aan. Het gat is lekker groot. ...5.1 seconden is het aan Lewis Hamilton. Daarachter is het Lucas Weber op 3.2. We komen nog geen achterblijvers tegen. Wat ik ook niet begrijp, want we hebben net een pitstop gemaakt, dus dat is eigenlijk best wel logisch. Lewis is behind you. The gap behind us is 5. Ronde nummer 23 inmiddels. En Hamilton zit op 8.7. Daarachter zit Weber op 4.5. Dus we hebben een behoorlijk gat naar Lewis Hamilton toe. We besparen op dit moment URS, zodat we in de laatste fase van de wedstrijd alles open kunnen gooien voor een snelste raceronde verbetering. Maar ik denk niet dat dat nodig is, omdat de rest allemaal op de harde band rijdt en ik rijd op de mediums. Nog geen achterblijvers tegengekomen in de wedstrijd. Maar dat gaat nog gebeuren. Let maar op. Rood in sector 1 en 2. ...8.5 is het naar Hamilton. 4.9 is het gat van Hamilton naar Weber. Seconds. 8.7 dus naar Lewis Hamilton. Groen in sector 1. Mooi om te zien. En dan is het zometeen gewoon de ronde af gaan tellen. 9.0 is het inmiddels, dus dat gat zijn we wat aan het uitbreiden. Wat ik wou zeggen is, ja, de ronde dus gewoon aftellen. En dan denk ik gewoon weer een wedstrijd winnen. En dan is het op naar Abu Dhabi. De laatste ronde alweer. Waar ik ook verwacht een overwinning. Want als dat niet het geval is, dan moet er wel iets heel misgaan met de wedstrijd. Groen in sector 1, groen in sector 2. Dus dat betekent dat wij ons denk ik weer verbeteren. Met onze tijd. Ja. 1.9.8 is dus de snelste raceronde op dit moment. Ronde nummer 25. Ronde nummer 32 inmiddels. Nog een paar ronden te gaan en dan zit deze wedstrijd er alweer op. Het gat naar Lewis Hamilton is groter en groter geworden, want wij zijn achterblijvers tegengekomen. Kubica en volgens mij Raikkonen die dat zijn. Die knokken om plek 19.
Nog 3 ronden te gaan. Het gat naar Lewis Hamilton is 12,9 seconden. Mooi. Rood in sector 1. Maar dat geeft niks. Gewoon zo blijven rijden. De laatste ronde loopt inmiddels voor de grote prijs van Brazilië. We komen nog wat achterblijvers tegen. Gasly en Perez, denk ik. Paars in sector 1. Het is Ricciardo die daar rijdt. Daniel Ricciardo rijdt daar dus. Ik had een fout gemaakt namelijk. En dan is de vraag wanneer Daniel Ricciardo ons voorbij laat. En Sainz, niet Perez. Sainz is het dus. Maar kom op Ricciardo, ga aan de kant. Kom op Ricciardo, wat doe je Daniel, wat doe je? Wat een ongelukkig moment om daar aan de kant te gaan. En dat is dus een voorvleugel die kapot is. Wij verliezen hier dus downforce. Daar gaat dus onze verbetering van de snelste raceronde. Want 17e hebben wij verloren bij dit moment. Nergens voor nodig is. En ik ben toch wel even... ja, pislink op Daniel Ricciardo. Niet te geloven. En ik ga hier even afremmen. Om te laten weten dat ik hier niet van gediend ben. Dan geef ik hem hier een duw. Ja, dit was nergens voor nodig, Daniel Ricciardo. Maar alsnog de overwinning gepakt. En dan gaan we ons opmaken voor Abu Dhabi voor de laatste aflevering. The Mercedes team pulled out a fantastic performance today. They should be proud. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Nou, de uitslag, wij winnen het grote prijs. Lewis Hamilton na plek 2 en Lucas Weber op het podium. En Vettel krijgt volgens mij een driver of the day. Ja, beide kampioenschappen dus allang binnen. Dus een prima resultaat voor het team. 1-2. Mooi. En hier hebben we Claire. Ja. Ja, dat klopt. Het was gewoon een idioot gedrag daar bij de laatste ronde. Ik weet niet wat hij daar deed. Ja, het voelt natuurlijk fantastisch om met Lucas Weber een podium te delen. Ja, super. Nou, ik heb wel respect voor mij en ja, hij pusht mij de hele tijd en dat hoort gewoon bij de rivaliteit. Nee. Oké, Claire, tot in Abu Dhabi. De rivaliteit breakdown met Lewis Hamilton alleen dus. Het is inmiddels 4-0 geworden. Resourcepunten zijn er zoals gewoonlijk weer lekker veel. In Abu Dhabi kunnen we nog misschien een update halen. En dan sluit het seizoen dus in stijl af. Hopelijk in Abu Dhabi natuurlijk. Reputatie met Mercedes en de andere teams is gewoon gelijk gebleven. Werd er een sportsmanship. Wanted to say congrats on the podium. It's thoroughly deserved. We were sweating those last few laps on the pit wall, but you brought it. Nou, dankjewel Jeff. Ja, dit was het voor de mensen. Ik hoop je genoten hebben. Als je genoten hebt, beloont het met een like. Ben je nieuw het kanaal meer op wekelijkse aflevering van F1 2019 en binnenkort ook F1 2020 de career machine. Rand nog op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op alles aan, zodat je geen enkele video van me mist. Reageer wel op de binnenkant op voor de vraag. Hey, toffe video. Ik heb genoten van schrijven met Lewis Hamilton. Steun de comments gewoon vol. En zou ik zeggen, een fijne dag verder. En tot de volgende keer bij F1 2019. Gaan we verder voor de laatste aflevering in Abu Dhabi.